je zit heel erg dichtbij het centrum. Dus als ik zin heb in drukte of in reuring, dan is het echt bijna op struikelafstand. Maar dan kan ik hier toch weer een beetje terugtrekken. En het is hier heel veel groen, de mensen zijn heel erg leuk. Want je maakt allemaal een beetje hetzelfde door. Je klust allemaal gewoon echt helemaal zelf je eigen woning in elkaar. En dat is ontzettend gaaf. Hoe vaak hoor je dat nu, dat 72 woningen bij elkaar door de toekomstige bewoners zelf gebouwd worden? Dus dat is gewoon heel erg inspirerend, elke keer weer. Dat is het leukste, denk ik. Met z'n allen van dit gebouw hebben we wel al een groepsapp. Dus dan worden wel bijvoorbeeld dingen gevraagd van, joh, heeft iemand een ladder geleend of iets in die richting? Of hebben jullie misschien nog dit en dit liggen? Want ik heb dat eventjes nodig. En er is wel al een idee voor een soort van tour de chambre. Als iedereen klaar is, dat we dan iedereen een beetje een kleine rondleiding geven van, kijk, dit heb ik zo en zo ingericht om deze en deze redenen, want ik vind dit en dit vet. Het hele initiatief is eigenlijk om starters een betere kans te gunnen om op de woningmarkt te komen. Eerst krijg je een soort van jaar klussen. Nou goed, dat is dan nu 9 maanden verder voor mij inmiddels. Daarna huur ik het 2 jaar en daarna heb ik 5 jaar een tijdwindow om het te kopen. En dan kun je voor kostprijs of tegen kostprijs kun je dan je eigen woning kopen waar je zo hard geklust in hebt. Nou, je krijgt wel een klusbudget, want Steenvlinder is een stichting. En zij hebben wel een budget voor iedere huurkoopklusser, laat ik het eventjes zo noemen, of voor elke kandidaat daarvoor. Maar dat is nooit genoeg om professionals in te kunnen huren. Dus je kunt er wel materialen van kopen, maar je kunt niet ook nog arbeidsloon erbij doen. Dat gaat gewoon niet. Het was 1 grote ruimte, ja. Klopt, geen woning, schijnende wanden, helemaal niks niet. Nou, ik heb heel veel hulp gehad van mijn vader. Hij is aannemer. Zij heeft al heel lang ervaring ook met wanden zetten. Gewoon eigenlijk alles klussen. Daar werd hij ontzettend veel van. Dus ik heb heel veel van zijn expertise mogen gebruiken. En ook heel veel vrienden en familie die komen helpen. Dat schiet ook wel, ja, dat scheelt ontzettend. Ik speel een klein beetje vals, ja. Ik speel een klein beetje vals. Nou ja, ik heb een handige cheatcode, laat ik het zo zeggen. Het is wel echt een onderneming om je eigen huis in elkaar te klussen. Dat is niet echt iets wat voor iedereen is weggelegd. Je moet er wel een beetje voor kunnen aanpakken en een beetje voor kunnen doorpakken. Maar verder, het is een gigantisch mooie kans. Absoluut. Dus als je starter bent en je komt een project als dit tegen, absoluut doen. Ja. Binnenkort hoopt Lucas op zijn lauweren te kunnen gaan rusten in zijn eigen nieuwe woning.